Hallo allemaal. Welkom bij de presentatie voor de Open Campusdag van de faculteit Industrieel Ontwerpen. In deze video zal ik jullie een korte introductie geven over het vakgebied Industrieel Ontwerpen, de inhoud van onze bachelor en de toekomstperspectieven na deze bachelor. Deze video is bedoeld om je een zo goed mogelijk beeld te geven van de opleiding ter voorbereiding op de open dagen. Meer informatie kun je ook vinden op onze website en daar vind je ook contactgegevens als je nog vragen hebt. Ik ben Sylvia Mooi, ik ben de bachelorcoördinator van de opleiding Industrieel Ontwerpen. Ik ben verantwoordelijk voor alles dat te maken heeft met het bachelorprogramma. Ik zal beginnen met het uitleggen van het vakgebied Industrieel Ontwerpen. We korten het vaak ook af tot IO. Wat is industrieel ontwerpen nou eigenlijk? Misschien denk je niet altijd over na, maar eigenlijk is alles wat je om je heen ziet ontworpen. Van de bekende waterfles, tot de elektrische tandenborst met een abonnement, tot je geavanceerde smartphone. Als ontwerper zien we de techniek in snel tempo ontwikkelen, terwijl de mens zich eigenlijk maar langzaam aanpast. In onze ontwerpen nemen we deze veranderingen continu mee of we geven zelfs de toekomst ermee vorm. Als industrieel ontwerper kijken we dus niet alleen naar de problemen van nu, maar juist ook naar de uitdagingen van de toekomst. Welke problemen of uitdagingen komen we volgend jaar, over vijf jaar of misschien wel over twintig jaar tegen? Rijden we zelf nog auto? Of rijden alle auto's autonoom? Is er dan nog überhaupt nog wel zoiets als een weg? Of hoeven we ons misschien wel helemaal niet meer te verplaatsen? En hoe zorgen we ervoor dat de consument daar klaar voor is? Hoe zetten we de juiste technologie in om dit alles mogelijk te maken? En wat voor bedrijven zijn er nodig om dit alles te organiseren? Dat zijn allemaal vraagstukken waar je als industrieel ontwerper bij stil, stil zult staan. Je leert bij ons omgaan met complexe vraagstukken. Je leert ontwerpen met behulp van data. En je leert ook meer over de ethiek die bij het ontwerpen hoort. Wat zijn de gevolgen van jouw ontwerp als het eenmaal op de markt is? En wat gebeurt er met een product op het moment dat het afgeschreven is? Als we het hebben over ontwerpen, gaat het overigens niet alleen om fysieke producten, maar ook om services en systemen die zijn ontworpen. Met services bedoelen we diensten die geleverd worden, zoals bijvoorbeeld Netflix of een abonnementsdienst zoals de Swapfiets. Waarbij de gebruiker geen fiets meer koopt, maar een abonnement op een werkende fiets. Als ontwerper ontwerp je dan niet alleen de fiets, maar ook de hele service en het systeem eromheen, zoals de ophaal en de vervang, oftewel swap service. Een voorbeeld van een project van een net afgestudeerde student is Doppler. Op de intensive care in ziekenhuizen heb je te maken met enorm veel geluiden en alarmen, en dat is erg vermoeiend zowel voor, zowel voor het personeel als de patiënt. Wat resulteert in slaap- en concentratieproblemen, opnieuw voor zowel de patiënt als het ziekenhuispersoneel. In dit project is er een interactief schilderij ontworpen dat visualiseert, visualiseert hoeveel lawaai er op de afdeling is, om zo het ziekenhuispersoneel bewust te maken van de geluiden die zij produceren en zo te helpen het geluidsoverlast te verminderen. Op deze manier hoeven de ziekenhuisapparaten, die aan strenge eisen moeten voldoen, niet te worden aangepast. En kan zo toch het probleem worden opgelost. Een ander voorbeeld van een fysiek product is een groep masterstudenten die een waterfilter hebben ontwikkeld die op elke jerrycan kan worden geschroefd. Om zo schoon drinkwater te maken voor mensen in lage lonenlanden. Normaal is het grootste probleem bij dit soort waterfilters dat het filter snel verstopt raakt en moet worden schoongemaakt of vervangen. Wat dan weer moeilijk te realiseren is in deze landen. Maar bij dit nieuwe filter spoelt er bij elke pompbeweging een klein beetje water in de tegenovergestelde richting terug in het jerrycan, waardoor het filter zichzelf reinigt. Als ontwerper moet je er dus niet alleen voor zorgen dat deze techniek werkt, maar ook de eindgebruikers moeten het product willen gebruiken en ook kunnen begrijpen hoe het werkt. En dat kan soms best een uitdaging zijn als je ontwerpt voor mensen die niet kunnen lezen, geen bankrekening of internet hebben en uit een totaal andere cultuur komen dan wij gewend zijn. Bij alles wat je ontwerpt in ontwerpen gaat het altijd om de irrigatie van drie pijlers: de mens, de technologie en de organisatie. De mens staat bij ons altijd centraal. Wat denkt de gebruiker? Waar loopt hij of zij tegenaan? Hoe gedraagt de gebruiker zich? Wat vindt hij of zij mooi? En wat wordt er verwacht van een product? Maar het kan ook gaan om een groep gebruikers en hoe zit het dan met de sociale context? Daarnaast is de technologie een belangrijke pijler. Denk aan materialen, productietechnieken, maar ook aan de digitale kant, zoals programmeren en data verzamelen. Creativiteit gaat hierbij hand in hand met de techniek, door creatief bezig te zijn met het ontwikkelen en toepassen van technologieën. Je probeert altijd de technologie op de juiste manier te gebruiken in je ontwerp. Ten slotte, als derde pijler is de organisatie erg belangrijk. Dit kunnen commerciële bedrijven zijn, maar ook non-profit organisaties zoals de overheid of het Rode Kruis. Want wat je ontwerpt, moet natuurlijk ook passen binnen de doelstellingen van een organisatie. Wat willen zij ontwikkelen en wat zijn de mogelijkheden die een organisatie biedt? IO heeft een groot netwerk van organisaties, waardoor je als student op verschillende momenten in contact zult komen met organisaties. In het begin zal het voornamelijk zijn dat je werkt aan fictieve opdrachten voor organisaties. Maar tijdens het Bachelor-eindproject zal je de opdracht doen voor een echte klant. Ik hoop dat je nu een beetje een beeld hebt van het hakgebied industrieel ontwerpen. Ik zal nu wat gaan vertellen over de Bacheloropleiding zelf, wat je hier zult leren en op welke manier. Ontwerpen kun je eigenlijk maar op één manier leren: door het heel veel te doen. Daarom zal je tijdens je Bachelor altijd tenminste één project hebben waarbij je aan het ontwerpen bent. Dit betekent dat je de eerste twee jaar elk semester, dat is een half jaar, een lang ontwerpproject zal hebben. Daarnaast krijg je vakken waarin je meer kennis en vaardigheden leert. Hierdoor kun je de dingen die je leert in die vakken meteen toepassen in je ontwerpprojecten. Van de student vragen we een actieve leerhouding. Dat betekent dat je bij ons niet van 9 tot 6 in de collegebank hoeft te zitten, maar dat je een groot deel van je tijd zelf actief met stof aan de slag gaat. Soms met je studiegenoten op de faculteit, maar ook zelf thuis. Ook kan je zelf accenten aanbrengen in wat je leert, maar liefst 35% van de vakken zijn keuzevakken. Wat leren we je dan in de opleiding? De onderwerpen hebben we in verschillende blokken verdeeld. Het belangrijkste is natuurlijk het ontwerpen, oftewel design, de driehoek in het midden. We leren je de stappen van een ontwerpproces. En als belangrijkste stappen het bedenken van ideeën, het visualiseren van ideeën, het maken van prototypes en het testen van je ideeën of concepten. Daarnaast krijg je natuurlijk kennis met betrekking tot de drie pijlers. De mens, de technologie en de organisatie. En hoe je die kennis toepast in het ontwerpen. Een belangrijke academische vaardigheid is te leren hoe je onderzoek moet doen. Want we, want we zijn natuurlijk een universitaire opleiding. Ook in het ontwerpproces is onderzoek een belangrijke bron van informatie. Ontwerpen wordt natuurlijk ook beïnvloed door de context. Aspecten waar we hierbij aandacht aan besteden zijn de historie en de trends van ontwikkeling in de maatschappij, systeemdenken, duurzaamheid en ethiek. De laatste twee blokken hebben meer betrekking op je persoonlijke ontwikkeling als ontwerper. De professionele ontwikkeling gaat over kritisch denken en argumenteren en jouw positie als ontwerper. Communicatie en samenwerking het gaat over hoe je samenwerkt met zowel klanten als in een team van ontwerpers, bijvoorbeeld je medestudenten, en hoe je je ontwerp- en onderzoeksresultaten presenteert en rapporteert naar verschillende partijen. Dan gaan we nu door naar het onderwijsprogramma. Wat zijn dan de vakken waarin je dit alles gaat leren? Zoals je ziet bestaat de Bachelor uit drie jaren en elk jaar bestaat uit twee semesters. In totaal zijn er dus zes semesters. Elk semester is onderverdeeld in twee kwartalen en een kwartaal duurt tien weken. Zoals al gezegd heb je tijdens het eerste twee jaar altijd één lang ontwerpproject, de donkerblauwe blokken. Binnen de ontwerpprojecten heb je wel meerdere kleinere onderdelen of iteraties. Bij een iteratie doorloop je een cyclus van het ontwerpproces om zo je ontwerp verder uit te werken of te verbeteren. Naast die grote ontwerpvakken heb je altijd twee kennisvakken van een kwartaal lang. In dit schema hebben alle vakken een kleur of een kleurcombinatie... waarin je kan zien van welke pijler of welke pijlers het vak draait. In het eerste semester hebben alle vakken één kleur... maar later in de bachelor worden de vakken meer geïntegreerd... heb je dus meerdere kleuren en komt de kennis vanuit de verschillende pijlers dus samen. De eerste vakken leggen de basis voor de technologie, de mens en de organisatie. Daarnaast heb je algemene vakken waarin je de basis krijgt van ontwerpen of onderzoeken. In het eerste semester beginnen we met een nadere kennismaking van het ontwerpveld als voorbereiding op het verdere programma. In het tweede semester heb je weer een semesterlang ontwerpproject, maar nu met een focus op digitaal ontwerpen. En daarnaast heb je drie vakken die steeds kennis vanuit twee pijlers combineren. De algemeen, het algemene vak staat in semester 2 in het teken van Research for Design. Onderzoek is ook een belangrijk startpunt voor ontwerpen. Je leert het probleem nader te onderzoeken vanuit de verschillende pijlers en je leert te onderzoeken of de oplossing die je voorstelt ook wel de beste is. Andere academische vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken of schrijven zitten meer verweven in andere vakken. In het derde semester wordt het weer iets complexer, want hierin worden alle drie de pijlers gecombineerd in de vakken. Bijvoorbeeld het vak Data. In dit vak leer je niet alleen over de verschillende typen data, maar ook wat je als ontwerper kan doen met data vanuit een technisch, sociaal en ethisch perspectief. Dan gaan we door naar het vierde semester. In semester 4, dus de tweede helft van het tweede jaar, krijg je al je eerste keuzevakken aangeboden. Wat je ziet zijn vier blokjes met een thema en binnen die thema zitten verschillende vakken. Per thema moet je één vak kiezen, dus je kiest één vak binnen het thema organisatie. Eén binnen technologie, één voor mensen en één skillsvak. Dus daar krijg je, weliswaar binnen thema's, de keuze waar jij accent voor jouw studie op wilt leggen. In het vijfde semester word je nog meer vrijgelaten en mag je een minor kiezen. Een minor zijn vakken binnen een bepaald thema en duren een half jaar. Dit kan één van de minors zijn binnen onze eigen faculteit, maar je kan ook een uitstapje maken naar een andere faculteit, een andere universiteit of zelfs naar het buitenland. Onze faculteit heeft enorm veel contacten met universiteiten in het buitenland, dus daar zijn veel verschillende mogelijkheden voor. Ook kan je er tijdens dit semester voor kiezen om stage te lopen bij een bedrijf. Dan in het zesde en laatste semester kom je, als het ware weer terug op de faculteit met alle studenten. Dan begin je weer met keuzevakken. Deze vakken zijn niet meer gebonden aan het thema, dus hier krijg je nog meer mogelijkheid om je eigen accent te leggen op de studie. De bachelor sluit je af met het bachelor-eindproject. Het Bachelor eindproject, wat we ook wel BEP noemen, is een project waarbij je een kwartaal lang alleen maar aan dat ene project bezig bent. Dit doe je voor een bestaande organisatie. Je geeft zelf richting aan de ontwerpopdracht en je hebt ook direct contact met de klant. Je krijgt dus tijdens het project op verschillende momenten feedback van die klant en ook het eindontwerp of eindproduct zal je presenteren aan die klant. Om je alvast een beeld te geven van wat je kan doen tijdens BEP, zal ik een voorbeeld laten zien. Hier zie je de presentatieposter van iemand die haar BEP, eindproject, heeft gedaan voor de bibliotheek. Zij heeft leskaarten ontworpen om immigranten te helpen op een visuele manier de Nederlandse grammatica te leren. Daarbij ontwierp zij meubels die symbool staan voor de verschillende woordsoorten uit de grammatica. Tijdens het vertalen verschuiven zij de meubels om zo de vergelijking tussen de Nederlands en de moedertaal visueel te maken. De vergelijking met de moedertaal zorgt voor zelfvertrouwen en het verschuiven van de meubels voor interactie, inspiratie en integratie. Als I.O. bachelor student zal je maar weinig in de collegebanken te vinden zijn. Slechts ongeveer 10 van de tijd zijn hoorcolleges. Daarnaast zal je veel tijd besteden in onze studio's... werkend aan individuele of groepsopdrachten... of discussies voeren met je medestudenten om zo de stof beter te begrijpen. In de ontwerpprojecten besteed je natuurlijk ook voor een deel van de tijd... Uh, aan, besteed je een deel van de tijd aan het maken van visualisaties van je ontwerp of het maken van prototypes of modellen om je ontwerp te testen? Daarnaast is een deel van de week ingeruimd voor zelfstudie die je kan invullen zoals jij dat wilt. We werken ook veel met blended learning. Dat betekent dat online materiaal, zoals video's, podcasts, wordt gecombineerd met aanwezigheid op campus. Je moet dan bijvoorbeeld een bijeenkomst thuis voorbereiden door een video te kijken waarna je op campus met je medestudent en coach hier verder op doorgaat. Nu vraag je je misschien af hoe wij de ontwerpprojecten beoordelen en bij de andere vakken cijfers geven. Ontwerpvaardigheden zijn lastig te toetsen in het tentamen. We hebben dan ook veel verschillende soorten van beoordeling. De kennis wordt vaak wel getoetst in tentamens, maar ook beoordelen wij ontwerpverslagen, rapporten, prototypes, discussies, presentaties. En in de beoordelingen hebben we vaak een combinatie van individueel- en groepsbeoordelingen. Na drie jaar ben je klaar met de bachelor en dan kun je een master kiezen. Slechts een klein deel van onze studenten gaat werken of door of niet door met een master. Je kunt ervoor kiezen om naar een andere studie te schakelen, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om bij onze faculteit te blijven. De meeste studenten die bij ons de bachelor afronden, stromen door naar één van onze drie masters. In de masters hebben we een grote instroom van internationale studenten, want al onze masters zijn, in tegenstelling tot de bachelor, Engelstalig. Je kan binnen onze faculteit kiezen uit drie masters. En in grote lijnen gaan deze masters verder op de drie pijlers waarin de bachelor de basis voor is gelegd. Design for interaction is meer gericht op de menskant. Hoe is de interactie tussen de mensen en het product of dienst? Wat voor, wat voor gevoelens? Uh, roepen bepaalde situaties of producten op bij de mens en hoe gaan mensen om met hun omgeving? Bij Integrated Product Design gaat het meer om die technologie. Bij deze master leer je nog meer over de productietechnieken, het ontwikkelen van innovatieve concepten en het detailleren van ontwerpoplossingen. Bij Strategic Product Design komt de organisatiepeiler meer aan het licht. Hier ontwerp je vanuit de organisatie. Wat voor kansen zijn er voor bedrijven en welke richting moet zij opgaan in de toekomende toekomst of in de komende jaren? En dan ben je klaar met je master, ben je afgestudeerd en wat ga je dan doen? Eigenlijk is daar geen eenduidig antwoord op te geven. Onze studenten komen op veel verschillende plekken terecht. Onze studenten zijn namelijk breed en veelzijdig opgeleid. Ze kunnen complexe problemen aanpakken, analyseren, kritisch denken, zijn goed in staat om in teams te werken, leiding te nemen... Innovatie aan te wakkeren en in allerlei verschillende organisaties te werken. In dit plaatje hebben we aangegeven wat de afstudeerders van onze drie masters zijn gaan doen en waar ze zijn gaan werken. Je ziet dat een deel in design werkzaam is, de rode lijn, of management, maar er is ook een grote verscheidenheid aan andere mogelijkheden. Maar goed, voor het zover is dat je helemaal bent afgestudeerd en de wijde wereld in wordt gestuurd, heb je nog een lange weg te gaan. En wij zorgen ervoor dat je daar helemaal klaar voor bent. Daarom doen we er alles aan om de overgang van middelbare school naar universiteit zo soepel mogelijk te maken. Met name in het begin van de opleiding zal je veel werken in de studio's. In de studio worden rond de 25 studenten begeleid door één of twee docenten. Daarmee krijg je in het begin nog veel persoonlijke aandacht. Maar natuurlijk moet je ook zelf de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leren. Ook werken we met een mentorsysteem. Wat betekent dat allereerstejaars een mentor hebben in de vorm van een tweedejaars bachelorstudent. Die mentoren maken je wegwijs in Delft, het sociale leven en leggen je uit welke spullen je wel of niet moet aanschaffen. Daarnaast hebben we een team van studieadviseurs die extra begeleiding of advies kunnen geven waar dat nodig is. Zij zullen ook aanwezig zijn op de open dagen, mocht je hier verder nog vragen over hebben, maar natuurlijk zijn ze ook altijd tijdens de studie beschikbaar. Ten slotte hebben wij als faculteit de luxe dat wij beschikken over ons eigen gebouw, waar alleen maar IO's rondlopen. Er is een sterk gemeenschapsgevoel en veel studenten zien de faculteit dan ook echt als een soort tweede huiskamer. De actieve studievereniging ID draagt hier zeker ook aan bij met het organiseren van allerlei sociale en studiegerelateerde activiteiten. En natuurlijk een erg belangrijke vraag: past deze opleiding bij jou? Dat is een vraag die ik niet zomaar kan beantwoorden. Zoals je misschien wel hebt gezien is deze opleiding mogelijk om je eigen accent aan te brengen. Dus de studenten van deze opleiding zijn ook erg divers. Op deze slide zie je een aantal eigenschappen waarvan wij denken dat ze handig zijn om te hebben als IO-student. Je zult deze eigenschappen natuurlijk ook ontwikkelen tijdens de opleiding, maar daar moet je wel voor openstaan. Maar kijk vooral rond op de website, op onze social media kanalen. Er staan enorm veel filmpjes op ons YouTube kanaal. En proef vooral de sfeer. Kijk of je het inspirerend vindt of het je aanspreekt. Dit kan tijdens de campusopendagen dagen of doe mee met een meeloopdag om te kijken of deze studie helemaal bij jou past. Het belangrijkste is dat je geïnteresseerd bent in het ontwerpen en bereid bent om hard voor te werken. Lees je daarom goed in wat de studie inhoudt. Kijk goed rond en probeer goed de sfeer te proeven. En van alle studenten die beginnen, hoe verhalen er dan de eindstreep? Gelukkig hebben we bij onze faculteit relatief weinig uitval. Om door te mogen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar 45 van de 60 studiepunten halen. Het zogenaamde bindend studieadvies, oftewel BSA. In de afgelopen jaren hebben gemiddeld ongeveer 80% van de studenten de BSA gehaald. Als je kijkt over de volledige bachelor, dan haalt 70 tot 80% van de studenten de bachelor binnen 4 jaar. En hoe verhoudt IO zich dan met andere opleidingen binnen de TU Delft? Er zijn er met name twee studies die lijken op IO. En dat zijn bouwkunde en werktuigbouwkunde. Als grootste verschil ben je als IO er bezig met het ontwerpen van oplossingen gericht op de interactie met de eindgebruiker. Zoals ik al zei, de mens staat centraal. Bij bouwkunde richt je je meer op gebouwen en hoe de gebruiker zich beweegt in die openbare ruimte. En als laatste werktuigbouwkunde dat is een meer technische opleiding die zich richt op het ontwerpen van apparaten, machines en instrumenten en processen. Nog een belangrijk punt dat ik je moet vertellen is de selectie om toegelaten te worden op I.O. Wij zijn namelijk een nummerus-fixe-studie en dus hebben we een maximaal aantal studenten dat kan worden toegelaten. Dat is 350 studenten per jaar. Vaak hebben we ongeveer het dubbele aantal aanmeldingen. Om te worden toegelaten moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. En moet je de selectieprocedure doorlopen? Deze selectieprocedure zal helemaal online plaatsvinden. En waarop selecteren we dan? Voor een klein deel kijken we naar de cijfers die je hebt gehaald op het VWO voor Nederlands, Engels, Wiskunde B en Natuurkunde. Dus dat zijn ook de vakken die je moet hebben om te worden toegelaten. Daarnaast beoordelen we voor het grootste deel een aantal opdrachten die je thuis moet uitvoeren. Wat ook goed is om te weten, het doel van de Numers Fixes is om ervoor te zorgen dat studenten die het beste bij onze opleiding passen, worden toegelaten. Kijken of je hebt, je hebt verdiept in de studie, wat de studie inhoudt, dat je weet waar je aan begint. En het gaat er dus niet om dat je alle skills van de ontwerpen op dat moment al bezit, want die kunnen wij je natuurlijk ook aanleren. Wel moet de studie bij jou passen, moet je de interesse en het enthousiasme hebben om je in de studie te bijten. Als je mee wilt doen aan de selectie, dan is het belangrijk dat je hiervoor uiterlijk 15 januari inschrijft in Studielink. Wacht hiermee niet tot het laatste moment, want je hebt namelijk een DGD nodig en dat kan een paar dagen duren. Meer informatie over de selectieprocedure kan je vinden op onze website, evenals de deadline voor het inleveren van de cijfers en de opdrachten die je moet doen. Goed, dat was de informatie voor nu. Ben je geïnteresseerd in onze bachelor instoot ontwerpen? Neem dan nog een kijkje op de website. Hier kun je veel meer informatie vinden over de inhoud van de studie, van de vakken. Kun je chatten met studenten. Kun je op de hoogte blijven van andere voorlichtingsevenementen die nog gaan plaatsvinden. En schrijf je natuurlijk in om langs te komen op onze eigen faculteit op de campus. Dat is een goede manier om te kijken of de sfeer bij je past. En om te kijken of je jezelf je volgend jaar ziet rondlopen. Dank voor jullie aandacht.